Het personeel van de Surinaamse waterleidingmaatschappij die is nog steeds in actie. Zij hadden in hun petitie, welke ze hebben ingediend bij de president, aangegeven dat ze binnen 24 uur antwoord verwachten vanuit de regering. De 24 uur is intussen verstreken en zij hebben nog steeds geen antwoord gehad. Vandaar dat zij nu zullen kijken hoe het actiemodel verder uitgewerkt zal worden. CBN Prime Alert sprak er met bondsvoorzitter Dwayne Cairo, die het volgende aangeeft. Dus gisteren hebben we de petities ingediend bij de president en bij de voorzitter van de DNA. We hebben aangegeven in de petitie dat we binnen 24 uur een oplossing wilden. De 24 uur verstrekt straks om 12 uur. Dus we zijn nog hier even om te kijken als we een telefoontje zullen krijgen vanuit de regering of de directie. Vanmorgen waren we weer op het hoofdkantoor om de directie aan te spreken of van de directie te horen. We hebben hem weer niet kunnen aantreffen, dus we zijn hier wachtende op in feite de regering, zie ik de directie. Maar denkt u nog dat er een telefoontje komt, daar u toch zo lang hebt gewacht, al de hele morgen? Ja, dus ik kijk er naar uit. We hebben wel afspraken, we hebben een strategie uitgewerkt wat we gaan uitvoeren. Dus als het niet komt 12 uur, dan hebben we een andere strategie die we gaan uitvoeren. Hoe zijn de gemoederen onder het personeel? De mensen zijn verhit. We zijn al zeker anderhalf maand bezig met een toelage. Ja, toch? Het blijft maar steeds weer een halen en getrek om een toelage. En de mensen zijn verhit. Nu hebben we de directeur van SWM, de heer Oosterling, gehoord in de media. Hij zegt dat de bal is op de speelhelft van de regering. Zij moeten in feite inkomen met de toelage. Ja, kijk, dus dat is zijn deel. Ik als vakbondsman heb als gesprekspartner de directeur. Als de directeur het geld moet krijgen van de regering, dan moet hij het gaan zoeken bij de regering. Wat wij hebben gedaan als vakbond, we hebben een petitie aangeboden om de aandacht te trekken van de regering. Ja, toch? Ja, maar vindt u het erg dat u zaken moet vernemen via de media, terwijl jullie al dagen op zoek zijn naar de directeur om een gesprek te voeren? Ja, kijk. We hadden met hem gesproken, hij had ons ook dat aangegeven van hij moet naar de regering moet dat geld komen. Maar op een gegeven moment kunnen wij niet blijven zitten en blijven wachten. Wij hebben jou als gesprekspartner, toch? Wij hebben dat geld nodig, wij gaan druk opvoeren naar jou toe. Jij moet dan naar jouw meerdere gaan in deze de aandeel houden, de regering, om het geld vrij te krijgen. Welke invloed heeft deze actie op de samenleving? De invloed hebben we nog niet geëvalueerd, toch? Kijk, we zijn hier met een aantal mensen. Ook vanwege COVID hebben we een aantal mensen aan het werk gelaten. Ja, toch? Maar de afdeling productie die de samenleving van water voorzien is ook in grote getalen hier vertegenwoordigd. Maar de watertoevoer is nog steeds gegarandeerd? Als het gegarandeerd is, kan ik niet zeggen. En hoe veilig het is, kan ik ook niet zeggen. Maar er zijn wel mensen die nog werken op de stations. Ja. En nu is het dus wachten op dat telefoontje? Jawel. We gaan ons even terugtrekken. En dan gaan we op basis daarvan het algeheel evalueren. En dan komen we later op de dag met een strategie uit. Maar dus de acties voor vandaag zijn nog niet klaar? Jullie blijven nog hier? We blijven niet hier. We gaan ons terugtrekken naar een andere locatie.